Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft met zijn drie beleidsonderdelen een uitdagend jaar achter de rug. Minister Albert Jubitana zegt in gesprek met onze redactie dat het ministerie niet alle geplande doelen heeft bereikt. In 2022 zijn er wel stappen gezet om de luchtvaartsector te helpen haar achterstand in te lopen. Bij de moederorganisatie, de ICAO, die hebben we dus ingehaald. En dankzij die stap, of ja, die mooie stap die we hebben gemaakt, hebben we dus nu weer stemrecht, maar ook de ondersteuning van de ICAO aan CASA's als werkarm. En dat betekent dus dat CASA's de ondersteuning kreeg qua capaciteit, maar ook om de procedures, de processen, de rules, de regulations die in orde moeten zijn, dat CASA's die ondersteuning kregen naar de sector toe. U mag weten, we hebben niet een mooie score binnen Zuid-Amerika en we trekken het gemiddelde omlaag. Maar hierdoor, met de ondersteuning van de ICAO, betekent dus dat we weer richting opwaarts gaan met betrekking tot de rules en procedures, procedures, processen van ICAO. Dat we dus de luchtvaart weer gaan opkrikken. Het is een hele goede stap van Suriname en dat zal dit jaar worden voortgezet. De Internationale Luchtvaartorganisatie zal Suriname blijven ondersteunen, ook bij de audits en of onderzoekingen. In 2024 is het gepland. Dan moet Suriname al zo ver zijn dat we die audit kunnen doorstaan. Dus we hebben de ontsluiting van Suriname heel hoog op de agenda. Omdat iedereen denkt van ja, wat gebeurt er? U mag weten, de landen die toerisme op het gebied van toerisme heel goed scoren, zijn landen die veel meer dan 50 en richting 90 luchtvaartovereenkomsten hebben. Omdat hun land sneller en beter bereikbaar moet zijn. En ze moeten ook een beroep kunnen doen op die overeenkomsten om onderling te kunnen dealen qua luchtvaart, de luchtvaartmaatschappijen. En je ziet dat dat werkt voor hun. En wij komen van 13, we gaan nu richting 20. En dit jaar, komend jaar, willen we richting 30 gaan. En iedereen zegt, ja, wat hebben we te zoeken in Afrika? Wat hebben we te zoeken in het Midden-Oosten of in andere delen van Zuid-Amerika? Ik denk dat we moeten veel breder gaan kijken. De Boensman hoopt dat de gehele Surinaamse samenleving zal beseffen dat het land uiteindelijk door iedereen opgebouwd moet worden. Geen enkele buitenlander gaat het voor ons doen, meent de minister.